Dag Marco. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Zeg Marco, we zijn in de Terre des Hommes, aan achter de houtzuinen. Klopt, hè? Klopt helemaal. En jij bent de voorzitter van Terre des Hommes. Oh, dat klopt. En nu zijn we hier al eens eerder geweest, zijn we mooi in de geschiedenis gedoken. Maar nu zijn jullie ook lid geworden van de Vereniging Ondernemers. En dat zegt misschien ook wel wat, want eigenlijk zou je niet denken van Terre des Hommes is een onderneming, maar dat zijn jullie wel degelijk, als Goede Doelenstichting. We zijn wel degelijk, weet het, een onderneming. En we zijn hier op een hele professionele wijze bezig met 40 à 50 vrijwilligers. Zoveel, ja? Ja, die 6 dagen per week is deze winkel open. En 6 dagen per week moeten we dus deze winkel ook bemensen. Ja, daar heb je een groot, weet het, vrijwilligersnetwerk voor nodig. En naast het vrijwilligersnetwerk hebben we ook heel veel materialen nodig om die voor het goede doel te verkopen. Ja, wat al die spullen, daar staan hier echt puzzels, kleding, boeken, interieurzaken, waar komen die nu eigenlijk vandaan? Want het is wel een kringloop, maar op een andere manier dan een andere kringlopen? Of? Ja, we halen goederen op, maar we krijgen ook heel veel goederen, waar je dat hier in de winkel aangeboden, particulieren. Maar ook bedrijven. Het laatste, daar zijn we ook begin dit jaar volop mee begonnen om die te benaderen. Die hebben vaak overtollige goederen in de magazijnen staan. Dat zijn toch dure verkoopmeters die ze ongebruikt hebben staan. Nou, die willen wij graag hebben om hier voor het goede doel te verkopen. En gelukkig... Ja, dus als er eigenlijk in de lange file een kledingzaak is of op de markt een restaurant wat gewoon hele goede spullen heeft, is dat wel... Nou, restaurant is misschien een beetje moeilijk, dat zijn natuurlijk... Het moeten wel houdbare goederen zijn natuurlijk. Nou, kledingzaak, wat je als voorbeeld geeft, als je die hebt, ren ik er nu meteen naartoe. Want dat zijn dingen die we ontzettend graag weer in deze winkel willen verkopen. Dus er is echt heel veel welkom. Ja, en er is heel... ook vrijwilligers, want je hebt er 40 of 50, maar jullie zouden er wel meer willen hebben dan? Of? Ja, we willen ook graag nieuwe vrijwilligers erbij hebben. Het klinkt heel veel 40, 50, maar het zijn, we hebben toch ook te maken met vakantieperiodes en dan vallen er toch ook een groot aantal af. Elke dag hebben we toch 6 vrijwilligers minimaal nodig, 3 's morgens, 3 's middags, om deze winkel open te houden. Ja, wat, kan je een klein stukje meelopen, want ja. Dan kunnen we het gelijk een beetje zien. Maar daarachter hebben jullie ruimte, daar verwerken jullie allemaal spullen. Dat is een soort opslagruimte. Dat is onze onze innameruimte, onze sorteerruimte en tevens weet het magazijn. Ja. Maar het is best een grote winkel inderdaad. We hebben hier in totaliteit bijna 300 vierkante meter, waarvan de helft winkel en de helft sorteer- en opslagruimte is. En wat is jullie topproduct? Zijn dat naar boeken of komen mensen hier het meest voor kleding of sieraden? Ja, onze topproduct, daar lopen we dus nu naartoe, dat is de dameskleding. Dames, weet het, zijn ontzettend geliefde hier in deze winkel, want die komen inderdaad speciaal voor dit soort attributen. Maar dit komt dus ook wel eens van bestaande kledingzaken? Ja. Ja. Dus dit komt ook inderdaad. Het is niet per se tweedehands kleding? Voor ons is het dan zeg maar tweedehands, maar er hangt hier ook heel veel inderdaad nieuw spul tussen wat van kledingzaken afkomstig is, die het overtollige voorraad zien. En dan nog een laatste vraag, want daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Jullie zijn de Goede Doelenstichting, maar wat zijn de goede doelen eigenlijk? Waar gaat het geld nou eigenlijk naartoe? Wij zijn verbonden aan Terre des Hommes, Terre des Hommes Nederland. En Terre des Hommes Nederland steunt een groot aantal kinderprojecten in binnen- en buitenland. En zij richten zich met name op Afrika en Azië. Okay. En wij steunen verschillende projecten in die landen, maar ook in Nederland, die allen gericht zijn op kinderuitbuiting. Dus om kinderen, wij willen kinderen zo menswaardig mogelijk bestaan geven. En dat ze dus als volwaardig mens ook in het leven kunnen staan. En al het geld, 100% wat we hier binnenhalen, exclusief de kosten die we natuurlijk hebben voor de huur van de pand. Maar alle kosten, of alle opbrengsten gaan 100% naar de doelen. Ja. Naar de doelen. Dus voor zowel de mensen die wat schenken aan jullie, als de mensen die hier komen kopen, iedereen levert eigenlijk dan een bijdrage aan. Iedereen levert een bijdrage, ook af en toe, dat krijgen we donateurs, mensen die niet kopen, maar wel ons steunen. Ook welkom. Altijd welkom. Nou, dat is een heel duidelijk verhaal. Hartelijk dank en veel succes. Dankjewel.